Mijn naam is Romy en na een bewogen coronajaar ga ik samen met HVA-studenten op pad om handige tips en tricks te verzamelen en leuke activiteiten te doen om de zomer zo leuk mogelijk in te gaan. Elke week is er een prijs te winnen door mee te doen aan een challenge. Vandaag ben ik met Cassandra in de keuken van de HVA. Cassandra, wat gaan we maken en welke ingrediënten heb je nodig? Nou, we gaan gevulde portobello's maken, samen met een salade. En dan doen we de portobello's later nog op een broodje, een volkoren broodje. En dat kan je gewoon heel lekker eten als lunch of als avondeten. Zullen we even in de tas kijken? Ja, lijkt me een goed idee. Nou, tomaatjes voor de salade, vegan feta, de portobello's zelf natuurlijk. Paprika. En de broodjes. Oh, en de broodjes natuurlijk. Ja. Deze mag je uitpakken. Okay. En dan het kopje van de portobello's eraf snijden. Ja. Oké, dus de portobello's kunnen gewoon op deze manier in de pan. Klopt, ja. We gaan nu dus een gerecht maken om fit de zomer in te gaan. En wat is er nou zo gezond aan dit gerecht? Nou, voornamelijk de vele kruiden. Die bevat heel veel antioxidanten. En het broodje die bevat heel veel vezels. Okay. En de salade die bevat veel gezonde vetten, ook door de avocado. Ja. En veel vitamine, dus het is eigenlijk gewoon helemaal gezond gerecht. Oh, zal ik je een leuke tip meegeven? Nou, doe maar eens. Als je een teentje knoflook met een groot mes zo plat snijdt, dan kan je heel snel het schilletje eraf halen. Oh, wat handig. Ja. Hé, maar vertel, hoe heb jij de coronaperiode ervaren? Kon je nog naar school? Kon je nog koken hier op school? Nou, ik zit nu momenteel bij mijn minor. Ja. En wij hebben op zich nog best wel veel naar school gekund in het Nicolaas Tilphuis. Maar ik ben hier al heel lang niet meer geweest. Nee. Dus dat mis ik soms op zich nog wel een beetje. Ja. Al heel lang niet meer gekookt en zo. En vind je dat de HVA nog een beetje zich goed inzet in deze coronaperiode? Ja, zeker. Ik krijg ook wel vaker berichten van docenten, ook van de opleidingsmanager. Dit is die vegan Griekse kaas, toch? Ja, klopt. Okay. En dit mag je dan nog even in kleine blokjes snijden. Ja, deksel die gaat erop. Okay. En dan doen we met een heel klein beetje balsamico en met wat water gaan we dan stomen. En dan gaat die kaas natuurlijk ook een beetje smelten en zo. Dat is lekker. Ik ben echt mega benieuwd. Het ruikt wel super lekker en het ziet er echt vet mooi uit. Eet smakelijk. Jij ook. Echt heel lekker. Gewoon zoutig, maar ook wel gewoon smeuig door de avocado en zo. Ik vertelde net natuurlijk al een beetje over de challenge. Wat moet je doen om mee te doen? Ten eerste, maak een gerecht. Dit moet een lekker zomers gerecht zijn. Ten tweede, upload een foto of video in Instagram Stories. Tag hierbij de Hogeschool van Amsterdam en gebruik de hashtag HVA de zomer in. Vervolgens gaat Cassandra die beoordelen. Ja. Waar ga je op letten? Dat het wel een beetje een creatief gerecht wordt. En ook wel gewoon lekker gezond, een lekkere uitstraling. En gewoon in ieder geval geen vette hap. Dus ja, gewoon een lekker creatief gerecht. Daar ben ik nou op zoek. Precies. Ja. Doe dit vervolgens voor donderdag 12 uur 's middags. En wie weet, maak jij kans op dit mooie kookboek. Ik heb er net al een beetje in lopen bladeren. Nou, ik weet zeker dat je deze al wilt hebben.